Deze highlights worden u aangeboden door Heineken en Mastercard. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Voorzet van Coman, achterwaarts gekopt door Müller. En hier is Davis, die wil een geweldige comeback maken natuurlijk. Komt niet tot een schot. Musiala komt dat wel, maar afgeweerd. En dan nog een poging van Pavard. Optimistisch, al kan hij het wel, van buiten de rechthoek. Was dat Gerard Moreno die daar het schot afblokt van Musiala? Ja. Gerard Moreno, Freud, dit is Lo Celso liever. Die steekt hem goed door tot bij. Ja, het was Parejo. En dan is het Danjuma die hem van in een onside positie voorbij Neuer krijgt. Alles wat hij aanraakt verandert in goud. Zijn zesde van deze Champions League campagne voor de Nederlandse zomeraanwinst van de gele onderzeeër. Het was niet 100% de bedoeling, maar wie maalt erom in het Ceramica? Wat voor een aanval, Michael, van op dat middenveld daar uiteindelijk niet gekozen. In eerste instantie voor de opbouw, Rui laten uittrappen, maar dan even zijn balbezit. Goede snelle combinatie op het middenveld. En dan op de rechterkant goed achterlijn gevonden. Danjuma, de sleep. Danjuma het solowerk en dan een paar overstappen. Achteruit legt Coquelin, Parejo. Nou, niemand aan de rechterkant, waar de nodige ruimte ligt. Dan maar over de grond. En Coquelin brengt hem richting Gerard Moreno. En die bal landt binnen. Alsjeblieft, is een voorzet die binnendwaalt. En een zeer onverwachte doelpuntenmaker. De VAR, Michael, gaat offside misschien wel. Musiala van de bal gezet door Parejo. Capu. En dan de snelheid uitspelen van Danjuma. Danjuma tegenover Luca Hernandez. Davis weet dat hij moet gaan assisteren. Canadees goed teruggekeerd. Capu. Weg bij Upamecano. Etienne Capu met links. Dus afleggertje voor Musiala van Müller. Het wordt een dubbelpass en dan heel slim van Müller. Buitenspel Gnabry, maar niet van Davis. Nu dan toch Gnabry kappen en trappen. En dan tikken ze de bal niet binnen. Was ze gelijkaardig aan de goal van Danjuma. Ook dat was een voorzet die nog aangeraakt werd van in de kleine rechthoek. Maar dan wel tegen de netten en nu lukt het Müller niet. Lo Celso en Gerard Moreno. Kan het misschien proberen van op afstand. Moreno tegen de paal. Een loeier van je welste. En de 2-0 nog altijd niet op het bord. De hoekschop van Kimmich. Eerste corner nog maar voor Bayern München. Levert niks op. Nee. Alleen maar... Neuer. Dit is hem al eens overkomen. Tegen Inter met Schalke, maar die bal gaat naast. Het is heel lang geleden, ik weet niet of je het nog kan herinneren. Maar Dejan Stankovic deed het ooit. Een nieuwe corner. 25 minuten nog te gaan. Het is een scherp genomen hoekschop van Kimmich. Met twee vuisten weggebokst. Het schot van Davis. Tweede kans dat hij krijgt. De eerste schot was beter, maar dat werd afgeblokt. En dan toch eentje tussen de paal. Torres, dat is wat diep voor Parejo. Dit is gevaarlijk als Musiala... Het gaspedaal wat steviger induwt. Sané. Ah, goede bal in één tijd, Kimmich. Coman in de 16. Kingsley, Coman! En dan nog het hoofd van Pau Torres. Uitstekende assistentie voor zijn doelman. Want die bal
Ja, was met een prachtige penseelstreek richting Winkelhaak aan het gaan, had ik de indruk. Capu op kracht en op slimmigheid. En dan is dit een geweldige bal in de loop van Lo Celso. Lo Celso is een scheenbeschermer kwijtgespeeld. Meegeven met Pedraza. Pedraza, en er was nog een meelopende Chukwueze op rechts. Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken en Mastercard. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.